Israëlische bommen doden 37 kinderen in Cana. Eerste vrije verkiezingen in Congo sinds 1960. En Chinezen massaal aan de Amsterdamse bling-bling. Iets heel anders, eigen land. Amsterdam fonkelt weer. Na een jarenlange malaise door de economische teruggang begint de diamanthandel zich weer te herstellen. Waardoor Amsterdam zijn imago als diamantstad nummer 1 weer terug aan het krijgen is. De verkoop groeit en de klantenkring wordt langzaam maar zeker uitgebreid met een opvallende groep kopers, Chinezen. Want met name bij de Chinezen is de diamant erg in trek. Voor hen is de diamant om de vinger een glinterend statussymbool. En ze hopen ze ook een solide belegging van hun steeds meer groeiende kapitaal. Tussen de Zaanse Schans en lunch bij Nam Tin door stoppen busladingen vol Chinezen bij Gashan Diamonds. De Chinezen zijn op dit moment al goed voor 15% van de omzet van Gashan. Want ze kijken niet alleen, ze kopen ook. Chinezen zijn de ideale klanten voor een sector die uit een dal klimt. Vooral in groepen komen ze, georganiseerde reizen. Mensen die nog niet veel van de wereld hebben gezien, waar alles nog nieuw is. En die ook nog niet heel veel diamanten aan de handen hebben. Dus voor ons een hele interessante nieuwe markt. De nieuwe klanten op de markt wordt geduldig alles uitgelegd over de industrie. Ze krijgen een rondleiding en kijk je in de slijperij. Maar het belangrijkste is natuurlijk de tentoonspreiding van de echte diamanten. En het moment dat er tot een aankoop wordt overgegaan. Chinezen kopen ongeveer 50% koopt wat. Dus dat is natuurlijk zeer aanzienlijk. Dat is bij de andere groepen absoluut niet zo. Chinezen hebben ook een soort volggedrag. Als de een koopt, koopt de ander ook. Europeanen hebben meer zo van, nou ja, zij heeft dat al, dan wil ik wat anders. Het zijn nog niet de grote stenen die mee naar China worden genomen. Maar voor de Chinezen zegt ook een kleiner fonkelend steentje aan de vinger heel veel. It's also for status. Eh? It's also for status, definitely. So if you go out for occasion and you for a party or whatsoever, if you're wearing a diamond ring, then it says something about you as well. So that's what they want, yeah? Diamonds are forever. Vooral voor mensen uit een land waar je weinig mogelijkheden hebt om je geld te beleggen. En dit was het NOS Journaal van 8 uur. Volgende uitzending is straks om 10 uur op Nederland 1. Ik wens u een prettige avond verder.